Hallo, nieuw. Kees de Ruiter, ja, uiteraard. Nou, rot in het vak natuurlijk. Leuk dat je erbij bent. Martien, fantastisch Henk. Kom erbij. Rudy Heine ook nieuw. Allemaal leuke nieuwe gezichten. Ook, ik heb over een half uur nog een missed guest. Daar gaan we een tipje van de sluier oplichten van het volgende webinar. Dus blijf tot het einde. Dus ik ga snel van start. Welkom iedereen en... dus ook, er is overigens Harry Klip en Hans van den Boog gaat volgens mij op de achtergrond. Dus mochten er een paar vragen zijn die mij ontglippen, dan worden die ook opgepakt door Hans of Harry. Dus welkom. Snel doorswitchen naar ICO's. Dus wat is een ICO? En dan gaan we ook de valkuilen bekijken, websites, use case cryptics laten passeren. Ook die we recent hebben meegedaan. En dat was Credits, dat was ook een giller. Maar daarover straks meer. Ook even een waarschuwing. Alles wat wij aanreiken is uiteraard alleen voor de investeerders die ook geld kunnen missen. Althans met ICO's. En het is niets anders dan met aandelen beleggen. Ga niet investeren met geld dat je kan missen. En ICO's kennen evenwel risico's net als IPO's. Voor degene die ons nog niet kent trouwens, Harry Klip en ik kennen elkaar meer dan 20 jaar, veel te lang volgens mij. Maar nee, just kidding. En we hebben sinds een jaar of 6-7 jaar geleden hebben wij Optio Academy opgericht. En we zijn oud market makers en traders en ja, bloed gaat waar het niet kruipen kan. En we hebben... vanuit Optio Academy heel veel ervaring op gedaan met het begeleiden en het verzorgen van ja, opleidingen. En dat mensen dus ook goede resultaten kan boeken op de markten. En het is ook zo dat ja, wij van Crypto Academy hebben ook een visie dus dat de crypto's en de blockchain technologie een bijdrage kan leveren aan de wereld. En ook aan mensen en planeet. En daarnaast hadden we nog een uitzending in bij de Telegraaf. En daar heb ik ook WePower aangereikt. En het is ook, gaat ook om geld verdienen. Nou, dat is met aandelen zo, met opties ook. Ook met crypto's. En wij, onze missie... gewoon de brug te zijn tussen traditionele markten en nieuwe markten, dus de cryptomarkten. Met ICO's, en daar kom ik zo op, dat je met ICO's namelijk nee, en nu? Volgens mij heeft iemand op een vinkje geklikt bij mij. Anders moet ik even opnieuw aan en uit op een vinkje gedrukt. Hey, dat is raar. Dan zal ik deze ook even kijken of ik dat kan fixen. Ja, oké, nu beter. Heel apart. Nee, nee, jullie niet. Deelnemers niet. Presenten. Staanbaar nu. Nog geen geluid. Misschien even F5. Oké, ja, heel apart. Ja, sorry, er was iemand die waarschijnlijk mijn andere co-presenter, die heeft op een vinkje gedrukt. Dus excuses. Even terug naar het begin, dus met Optio Academy.
hebben we heel veel ervaring op trading en met Hans van den Boogaard van Crypto Academy. Althans, we hebben samen Crypto Academy opgestart. Harry Klip, Robert Schutter ben ik zelf natuurlijk en Hans van den Boogaard. En als je nu gaat kijken naar de cryptomarkt, is heel belangrijk om ook geld te verdienen en weten wat je doet. En wij hebben ook een brug die we dan slaan tussen de oude economie en nieuwe beleggers, dus de nieuwe economie met trading. Ja, veel. Maar het gaat eigenlijk om dat wij dus met Crypto Academy een brug zijn, een veilige haven om mensen te helpen leren beleggen. Of het nou met crypto's is of met ICO's. En ICO is eigenlijk niets anders dan de beursgang. En de AFM heeft onlangs aangezet tot stake data, niet in bitcoins. En waarschuwde ook Moord en Brand over pas op met digitale beursgangen. En toezichthouders, pas op voor crypto-koorts. Nou, allemaal leuke dingen natuurlijk om in de krant te zetten. Maar wat heb je er als belegger aan? Helemaal niks eigenlijk. En sterker nog, als je in de 13e maand in de bitcoins had gestopt of in crypto's, dan had je eind vorig jaar, of misschien op het dieptepunt van januari, heel veel rendement behaald. Dus dat is een aandachtspuntje. Doe gewoon je huiswerk. Hoi Arnoud, welkom. Je bent mooi op tijd. Initial coin offerings. Initial coin offering, dat is eigenlijk net als traditioneel IPO. Initial public offering is eigenlijk ook een, dus ook dat is een aandelenuitgifte van een bedrijf. En een crowdfunding, dat is met een groep geld bijeen verzamelen. Nou, met aandelen is het meestal zo met een IPO, noemen we ook wel it's probably overpriced. Dat betekent dus dat met aandelen dat je meestal als kleine belegger achteraan in de rij staat. Wie herkent dat? En ook met de ICO. Ook met de ICO is het zo dat heb je heel veel kansen, meer kansen dan met een IPO. Alleen er zijn weinig tot geen regels. Dus dat is een puntje. En wie kent deze jonge dame? Dat is First Price 5020, dat was of dollar of euro, dat weet ik niet, maar dat was Nino Brink, die kwam naar de beurs. En daarna is het alleen maar naar beneden gegaan. En had je AFM of toen de STE volgens mij ook hoorde waarschuwen van pas op voor de bubbel in digitale wereld, hè, de dotcom-bubbel. En wij vinden dat belangrijk dat er geen friends and family aan te pas komen bij ICO's. En ik zal even kijken, het wordt trouwens opgenomen het webinar. Dus zal ik even gelijk in het zetten of Hans of Harry, zet even in de chat, het webinar wordt opgenomen. Graag. Dus het wordt allemaal ook gepubliceerd op cryptoacademy.nl. Ja. Oké, bij cryptocurrencies, de ICO-stats, vorig jaar waren er ongeveer bijna 6 miljard werd er opgehaald. En total raised, en dat was een jaar ervoor in 2016, toen was er bijna 100 miljoen opgehaald. Dus het is echt een behoorlijk grote sprong. Dus dat heel veel geld werd opgehaald door ICO's. Volgens ons zitten daar gewoon heel veel kansen. Nou, en wat hebben we dan? Dat je dus ook natuurlijk te maken hebt met valkuilen. Een valkuil is natuurlijk naar andere experts luisteren. En wij noemen experts met name dat experts, zogenaamde experts die nooit in crypto's deden vroeger, nu opeens zeggen dat alles een zeephelling is, een bubbel. En dat ze dan op tv komen verkondigen dat je eruit moet zijn uit de cryptomarkt. Wie herkent dat wel, hè? Dat je dus te veel naar experts luistert? Of dat je dan van anderen hoort zeggen, ja, oppassen? Of anders gezegd ook, wie vindt de bitcoin of de cryptomarkt een bubbel op dit moment?
Dat is een goede vraag. Even een quizvraag tussendoor. Wie vindt cryptomarkten, cryptocurrencies een bubbel? Ja, weet het niet. Oké, heel goed. Nee. Ja, nee. Oké, dan mogen we elkaar een hand schudden. Morgen is trouwens bij het Okura Hotel een soort crème van de fine fleur van de financiële markten. Er komt AFM, Nederlandse Bank. Er komen hedge funds, er komen traders. Ik heb ook flow traders gezien. ABN AMRO, Clearing, AFM, Nederlandse Bank, noem maar op. En ja, dus morgen is een Hol van de Leeuw, een hele dag van 9 tot half 6. En er is een crypto panel. Daar zijn we ook voor uitgenodigd voor Crypto Academy. En dat vind ik best wel cool. Samen met Marleen Evers en met Moritz. Pieter Moritz, ook in Amerika volgens mij, of België. En ook een andere trader. Dus morgen gaan we nog leuke discussie tegemoet. Maar daar zullen we ook wel gemengde verhalen horen. Dat ja, de cryptomarkt een bubbel is, dat je moet uitkijken. En wat mij wel opvalt is dat als wij met ICO's aan de slag gaan. En we horen ook om ons heen dat er gewoon behoefte is aan duidelijkheid. Omdat dat gewoon inderdaad, Henk, de toekomst is. Wij geloven ook gewoon, zoals ik eerder zei, we geloven gewoon in de cryptocurrency-markten. En natuurlijk zijn er altijd wel coins bij die zullen floppen. Maar over het algemeen wordt er dan meestal die coins opgehaald, geld opgehaald om in projecten te financieren. Rob wordt op de website geplaatst, direct na 9 uur. En ook wordt het ook op YouTube geüpload. Dus graag tot later. Nou, en wat ook belangrijk is, ga ook voldoende spreiden. Niet voldoende spreiden is funest. Dus fnuikend is echt niet goed. Fnuikend als je dan zegt, oké, ik ga op één paard wedden en ik zet mijn hele heb en houden op het spel. Denk aan Taihutu. Taihutu die heeft ook al eens een huis en een haard verkocht en die zit nu in een caravan volgens mij. Ik zet het gewoon op de site. En zorg dat je voldoende spreidt. En volgens mij moet je meer dan 10 tot 20 ICO's meedoen. En de grap is, de mooieheid is dat je gewoon met kleine bedragen mee kan doen. Ik zal zo ook een voorbeeld geven van credits. Daar hebben we ook iets van, ik meen, €150 ingezet. En er zit nu meer dan $1000 in. Dus dat is heel mooi. Dus ik hoop dat mijn secondanten ook een en ander oppakken. Ik kan vragen, dus als ze het moeilijk mogen zij zelf oppakken. En de makkelijke speel die maar gerust door. Het probleem is dat ook diligence doen. Dus met andere woorden, do your own research. Research doen, ga gewoon kijken. En eigenlijk komt erop neer, ook of je nou een propositie hebt van een aandeel en met een bedrijf, ook met een ICO, is het zo dat. Dat je moet gaan kijken, ja, waar wordt daar geld mee verdiend? Het business model moet je gewoon goed bekijken. En het is heel belangrijk dat dat het geval is. Als dat niet het geval is en je hebt er niks mee, laat die dan eens liggen. En we hebben ook een aantal leuke, goede ICO's voorbij zien komen. En de laatste was natuurlijk Mobile Bridge. Dat is echt voor de intimie, voor onze elite ICO-deelnemers. Daar hebben wij ook een speciale pool voor in het leven geroepen. Ja, heb ik geroepen om daar ook aan mee te doen. We hebben wel een minimum van $2.500, want anders kom je gewoon niet uit qua intensiteit met de ICO's. En dus mocht iemand er zegt, ja, als iemand zegt, nou, ik vind het echt leuk om mee te doen met zo'n pool en je bedrag aan de slag. Neem contact op met ons en Hans of Harry zal binnenkort. En de speciale Telegram ICO groep. En het belangrijkste natuurlijk due diligence doen.
Dan gaan we kijken. Zie, dat is het komen. Natuurlijk. Dus dat is even bekijken. Dus hou daar gewoon rekening mee. En dat, ja, sommigen hebben natuurlijk een betere analyse en anderen niet. Dat is even kijken. Even kijken of het geluid nu beter is. Of deze kijken. Kijk, iemand zit hier mijn presentatie te vernachelen. Even kijken. Ja, CryptoX, deze valkuilen. Ja. Het zou kunnen dat dat data access dat het verkeerd is, maar ik weet het niet. Ben ik nog verstaanbaar of niet? Dan zal ik even kijken. Ik denk dat een dingetje is. Ja, dat is nu weer beter. Ja. Het zit een beetje op de scheidslijn. Mijn microfoon zit op een lijntje, zie ik. Dus excuses. Maar even aan de bel trekken, inderdaad. Excuses. We gaan straks even kijken of we de verbindingen wat kunnen vergroten naar het webinar. De volgende keer, excuses. Dus met anders is het ook belangrijk om te kijken. Wij hebben ook. Ja. Het is toch een beetje apart dat er nu niet zo goed. Ja, niks hapert steeds. Ik vind het toch apart dat dat hier is. Nou, zal ik even kijken of ik anders mijn mystery guest. Zo terug kan halen. En. Dan ga ik even stop share. Ik ga heel even. Ik, inderdaad. Niet goed, ik ben zo. Terug. Ja, aanwezig. En oh, tip. Ik ben zo. Nee, ik. Volgens mij is de wifi niet goed. Even kijken hoor. Stop sharing. Zo. Zo. Even kijken, ben ik terug? Nou, ga ik even kijken of ik verbinding heb. Hans.
Ik zie het al. Verbinding is weggevallen. Test, test, test. Testing. Ik ben volgens mij weer terug. Volgens mij heeft buurman er een stekker uitgetrokken. Excuus. Ja, ik denk dat de stekker eruit is getrokken. Ik heb nu op de teter gezet, dus ik hoop dat het beter is. Dus bij deze, yes, Stanislav, welkom, welkom, welkom. Ben even naar beneden gelopen, althans naar de buurman. Voor mij heeft hij iets gedaan, dat weet ik niet. Ik zal, top, ik zal even kijken of ik de mystery guest erin kan knallen. En dan gaan we zo naar de presentator, presenter, voice on. En video on. Overigens gaan wij nog een herhaling doen aanstaande vrijdag. Dus aanstaande vrijdag zullen wij om 3 uur een webinar wederom geven. Okay, Stanislav. I hope that you will hear me, Stan. Yeah, I do. Okay, Can you hear Stanislav. me? Yes, I think that where are you situated now, actually? Where are I'm you? now in here. Okay, I think that the internet connection in Eastern Europe is better than in Amsterdam. I'm It looks like, in Ten Hag, yes. yes. I'm now on the theater. So, also excuses for the delay and also excuses for all the other participants. I No suggest that we problem. do that. Next on Friday at 3 o'clock again, at 3:30. So the mystery guest, gents, we'll switch over into English.
And I would like to introduce to you Stanislav Mar from Cryptix.tech. And we met each other in Amsterdam, or Oleg we met, and they are artificial intelligence based algorithms, and they predict the markets. And at least the program wants to do that. And and they said also if we would like to function as an organizer, advisor, or as and or also to give feedback to the program. So we do that. And well, Stanislav, could you present yourself for a moment? Yes, sure. Thank you very much for the intro, Jan. Hi all. You can call me Stan. I'm the CEO of the company Cryptix.tech, and we are creating and sharing crypto forecast for major coins. And overall, we have now an accuracy between 65% and 70% of the forecast, what is amazing. And I hope all of you guys, especially in the trading area, knows what to do with. If not, I will explain during my presentation today. Can we start? Yes, you can do with arrow down. You can go down with the arrow down or click on the right. Okay. Yes. So now everyone do see the second slide, right? Yes. Okay, wonderful. So why we are all here in the webinar and in the crypto is because of the high growth rate of the market. It's a market, and even in the situation like now where the market is returning to the main, it's growing hard, and the number of players in the market growing as well, and the competition growing as well. And everyone would like to participate this market in trading and investing in ICOs or just in some coins to generate some profit and to be like this guy on this photo, but the reality looks mostly like this photo, especially in trading and in investing in ICOs. It's very time consuming, so it's a full-time job, and there's at the moment no structure in the market. And the profit you can make, but you can make also very high losses, especially because of the high risk and volatility. I hope this is not your desk, actually, Stan. No, it's not not my. I'm working with a laptop, actually. But it's a problem of many guys who even makes a lot of profit. They just sit in the front of the computer for 18 hours a day. And why? Because of the news and signal streams in the crypto. And we calculated just yesterday, it's around 2,700 signals and in the crypto per minute, if you want to calculate the whole market. And I'm pretty sure we also do not see the whole markets and all the signals. So it's plenty platforms that is generating news signals and content that influence the price and the price development, especially even if we just take only the signals, the technical signals from the exchanges, it's also more than enough if you calculate, multiply by the number of exchanges and the number of coins. So the question is how to survive in this environment and how to make profit out from it. We build it a solution. Imagine you would have a perfect virtual assistant who is doing the job for you 24 hours a day, 7 days a week. He's smart enough. He do not have any emotions. He learning by himself. So if he do a mistake, he learns next time to do not do this mistake. He's listening to
more than 100 thousand data points every day from the market, from the exchanges, all the technical indicators, and from the crowd, so from all the social media groups, Telegram channels, and so on and so on, and doing the job for you in order to do the interpretation of data and create a forecast how the price will become, and also execute the trade. Would it not be a dream? So it is a one, and we are building a platform that is doing exactly this, and it works on a sentiment analysis of the data. So we grab the data from, as I said, from several sources, and we analyze the data and we do prediction of hypes by mixing the data from social media and exchanges. We can get a really high accuracy of the forecast. So this is Ethereum USD pair from October to some days ago, and the yellow line is a forecast, is a prediction, and the blue line is a real price. Just to make sure that everybody follow me, some yes or yes in the chat would be good. Yes. Yep. Everybody is still there. Okay. Thank you. Wonderful. So imagine the situation. You have this wonderful tool that is grabbing the data, that is analyzing the data, making the forecast, and even make the execution of your strategy based on the forecast day for day, and you are creating amazing plus, you are in profit. But you have another problem as a trader. You have a problem of liquidity. So in Kyiv, we have also smart contracts. They're a bit different to the Ethereum smart contracts, but if you need liquidity, you can get it, but you have to pay a lot for it. Especially, you have to find an investor for your trading activities. So if you start with, I don't know, $1,000, $10,000 portfolio, and you are growing, even if you are growing hard, you cannot grow hard enough to become a hedge fund or to become at least a fund. So you have to acquire capital. You have to find an investor. You have to negotiate. You have to show him your strategy. Let him understand how you manage the risks, how you hedge the risks. You have to report to him your doing and your performance on weekly or monthly basis. You have to pay out him some part of the profit, what you agreed, and so on and so on. So it's another full-time job we created an automation on it, or we are on it to create it through the smart contract based on Ethereum. So all the relationships between fund manager or trader and the investor who gives the money for trading will be managed by this smart contract, and it will be executed automatically, which means you do not have to create reports, you do not have to negotiate with the investor, you do not have to search for it. You just present your portfolio, your strategy, and your rules, and people can participate to your fund, and the payouts and so on will be managed by smart contract automatically. So how to do this? So there are three, four features that I presented, and to manage this, we have a great team, people from trading, from funds, from IT infrastructure companies. This is just a part of the team. We will update our website in a few days with the developers as well. Overall, we are over 20 people right now, and we are growing. We have people from Nokia, from international concerns like Nokia, Optiva, NEC, Altel. We have people from
banks in Russia and some companies like SAP with experience who can build this kind of software. We are pretty good linked in the blockchain community. We have investors and advisors from Winx Foundation. So if you guys are a bit in the crypto, you will find out that Winx is one of the first DAO organization. And we are on track with our roadmap. So we do a private sale where we are selling tokens with higher bonus. Before we start the pre-ICO, we will raise 5 million during the pre-ICO and on ICO 15 million. And so we are somewhere here right now. Mm-hmm. And we have steps to do. So next step will be the pre-ICO, then the ICO. On the post-ICO, we will release the token, list the token on exchanges. We have already negotiation with some of the biggest through our connection in the blockchain area. We publish the forecast engine and the auto trading solution to the people who owns tokens, who owns our tokens. Then, as I said, the marketplace with your own portfolio and the fund infrastructure where you can raise money and get money for your own fund. Where we are going, it's in year 2021, it's 88,000 users on our platform. So it's a software as a service platform that is taking tokens instead of money for the service. And each user will spend around $1,000, $1,100 per year for the using for usage of the tool, which is not so much if you imagine how much profit and performance we give to the user. And that means we will generate a total revenue of 96 million in year 2021. We are on track. We created already many of forecasts because we are doing it daily. It's we have a solution that creates already now forecast per hour or for the next 3 minutes. And we have around 3,500 users in the tool, and already now around 200, almost 300 premium users who pay, for example, for the 1 hour forecast for specific coins. Our private sale is almost done. We got participation from the crowd and from bigger investors, as I said before. And we will start the pre-ICO pretty soon, I believe next month or end of the next month. Okay. So, and now we are almost done. You might ask yourself, okay, nice information, the best project that I ever seen, what to do now? Now you can visit our website, you can subscribe on the whitelist, subscribe on the forecasts, checking out how it works, how it performs, and give us feedback. We are really happy to get some because it's improving of the product, and you are all welcome to participate as early bird, and we will distribute a voucher to get more bonuses with the voucher. Yes, and we will distribute later on. We agreed that we will also organize another webinar soon. Friday, it's possible also at 3 o'clock, Stan. And but also later on during these weeks, we will come up with more information. And I've got a question also for the other participants. Please feel free to put some answers or questions for Stan. And in the meanwhile, you're thinking,
I will ask you a few questions. I saw that Optiver was also coming along as a very important options party, options traders. And which division is it, option trader, in which country? I think it was in Czech Republic, some office, and it's not directly linked with what we are doing right now, but it's in the data analysis. So it's the data scientist. Okay, and if I may switch over to a few slides before, that is, you have now, for instance, 3,500 users freemium. Eh? Can we also be a freemium member? Yeah, sure. Just subscribe on the web page, and we post daily on the web page for free the daily forecast for best coins, and we have also a 1 hour forecast for 10 coins, and you can check it out. Okay, and the premium user, so what are you, yes, can really see how it works. Yes, and premium users are those users who subscribed to the hour forecast and did also already paid for it. So it was a more or less a test from our side where we said, okay, this is funny, the premium users amount growing. We want to see that people will pay us for the forecast and service, and people do. Which is amazing feedback. Okay. Okay, maybe also others have questions. Als iemand nog vragen heeft voor Stan, dan stel ze nog even en anders ga ik nog even door. This I do not get. No, I said that if there are some questions, I will pass it through, and otherwise I will continue. We can switch to German if you like. But well, no, German is worse. Yeah. Okay. Actually, we are going to Berlin with a couple of weeks. Will you also be there, or your team, or one of your teams? Yes, I think someone will be there. Maybe me, but I'm not sure because I have to participate also some other events. I see a question from Martin. For the subscription of 1 hour forecast, we take now just $10 a month. Mm-hmm. But as I said, it's just a test. You can subscribe if you like. Just drop me a line. I will organize it. It's at the moment just a test of the software as a service model. Okay, and I put an email in of infocryptoacademy@gmail.com. So if people are interested in either your information, your ICOs coming up, or your service, then feel free, gents and ladies, to send it an email. Yes, Stan. For now, I will let you go. I will continue with my own show. Thank you very much for your time, and also on behalf of the I don't know if you hear me because I don't hear Jan, but thanks a lot to you, all of you. I would like to get some feedback, so you can proceed. Ah, now I hear you, Jan. Okay, yes, I say that let's keep up, keep in touch soon, and also Friday, 3 o'clock, we'll do a webinar, and everybody says also thanks. Okay, thank you, Stan. We talk to each other later, and goodbye, bye-bye. Bye-bye. Nou, we zullen binnenkort nog wel meer gaan... even kijken hoor, moet ik de turn voice on? Oké, is uit. We zullen binnenkort nog weer met Cryptics wat vertellen en ook wat vragen stellen aan de heren en het team. Dus mochten we nog vragen hebben binnenkort, dan feel free. Ik ben hier gebleven bij de websites. Nou, we hebben dus deelgenomen aan een aantal ICO's. En Pillar was een van de toppers. Dat was 1158% winst. En dat was ons eerste. Het was een beetje lucky shot.
En David Siegel van Pillar, die is daar de kartrekker van. En die heeft namelijk daar ook ja, de ICO in leven geroepen. Nou, Electroneum was ook een goede 2000% winst. Crypto 20, 263. Guts Tickets. Dat is ook een hele leuke weekend Guts trouwens van de ticketservice on de blockchain. En dat is met Jochem Meijer. Ik weet niet of iemand dat kent. Nou, ik denk het niet. En dat zal ik ook laten zien. En ja, recent hebben wij credits opgepikt. En credits hadden wij ook aan. Ja, Joep van het Hek ook, Harry, heel goed. Joep van het Hek die staat ook in het impresariaat. Joep van het Hek heeft natuurlijk ook een organisatie met 40 comedians en andere theatermakers of theatergasten. En wat Gutso heeft gedaan, dat heeft dus ticketservices op de blockchain gedaan, dat je dus niet meer tickets kunt vervalsen en dan doorverkopen. Dat kan allemaal niet. Dus er zijn dus één vaste prijzen voor. En nou, ik zal even een screen laten zien. En dat is al een leuk op zich. Dat is, ja, ik zal even kijken. Dat is deze. Ja, ik zal even een screenshotje laten zien. En dat is natuurlijk ons allerbeste, ons allermooiste. We hebben een share screen. Ik hoop niet, ik heb een programmaatje. Ik hoop niet dat hij conflicteert om dat te laten zien. Dus dan ga ik zo het scherm delen. Dat doen we dus aan de hand van dit. Ik weet niet of het scherm goed zichtbaar is. Dan ga ik nu selecteren. Laat ik dat zo zien, inderdaad. Zo. Ik weet niet of het nu zichtbaar is, maar dat moet op zich lukken. Dat is hier, ja. Ja, ik zie dat er een schermpje tevoorschijn wordt getoverd. Dat is mooi. We hebben meegedaan met Cryptics. Dat is leuk. En Cryptics, dat was een naam. Die hebben we trouwens op de dag van de crypto's gezien. En dat was geïntroduceerd voor mij iets rond 15 cent. Even een. Voor jullie beeldvorming, dit is een chart vanaf 3 maart. Die is van 25 cent naar meer dan boven de dollar geweest. En credits hebben we op ingespeeld ook een tijd geleden. En bij de ICO hebben we een aantal stukken binnengekregen. En dat was namelijk met ICO. Ja, en we hebben dus heel goed kunnen verkopen. We hebben gelijk bij de opening, of bij de opening, iets na de opening, hebben wij namelijk credits kunnen verkopen. We hebben een deel hebben wij gedaan. Dat was afgelopen weekend. En dat is een mooie ook aan een ICO. Als je meedoet, krijg je de tokens in je wallet en dan kun je in principe goed verhandelen. We hebben ook een nieuwe exchange ontdekt, dat is IDEX. En dat is een gedecentraliseerde exchange. Dat is super gaaf. En daar komen ook de meeste ja, tokens op, eigenlijk met Ether wallet. Als je dus een Ether wallet hebt, dan wordt het daarin geplaatst. Dus dat is heel mooi. En bovenaan zie je dus ook CS. En dan zie je een prijs van 0,001. Nou, 0,001, dat is in ethers. En dat is omgerekend nou, iets van 80 cent, meen ik.
Zo, ik heb hem even teruggehaald, microfoon. Ik hoop dat het nu beter is. Goed, ik had net even een paar dingetjes laten zien over IDEX. Dat is een gedecentraliseerde exchange. Dus als we meedoen met een ICO met MyEther Wallet, dan worden die coins daarin geplaatst. Dus dat is mooi om te weten. En dan kun je ook gelijk weer verkopen als je wilt. Nou, we hebben dus recent ook credits opgepikt, dan verkocht, 400% winst. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Ik heb nog iets leuks. We hebben dus aanstaande 14 april een ICO-seminar. 14 april. Daarin vertellen we alle ins en outs over ICO's. We gaan ook ICO's beoordelen natuurlijk. En tips geven. En aanbevelingen. We gaan een valkuil omzeilen. En we gaan deelnemen aan ICO's. En we laten ook zien hoe we een gespreide portefeuille gaan opbouwen. Er zullen ook een aantal ICO's aanwezig zijn, CEO's of founders, die hun ICO's gaan presenteren. Nou, en we hebben ook een ICO-panel-discussie. Dat is natuurlijk heel mooi. Daarbij hebben we dus heel veel experts die we daarvoor in het leven roepen, of in ieder geval naar voren laten komen. En dat doen we aan de hand van een leuke interactieve dag. Nou, wat we gaan doen is. Wij bieden dit ICO-seminar aan voor 247 euro is de normale prijs. Nee, 397 euro is een VIP-prijs. Nu alleen is een 247 euro is overigens de VIP-prijs. Dus dan heb je een lunch met CEO's van de ICO. Je hebt een VIP-plaats, dan krijg je nog wat bonussen. Je krijgt ook een 3 maandse premium-abonnement erbij. En dat is als VIP-lid. En nog een aantal extra bonussen die we binnenkort gaan toevoegen. Vind je het leuk om hier aan mee te doen? En dan wil je geen VIP zijn, maar een normaal iemand. Dan kun je meedoen. Normaal gesproken 197 euro. En dan zal ik de link even doorsturen. 197 euro. Kun je meedoen. En dat is namelijk een 197 is een normale prijs. Alleen vandaag zullen we dat voor 147 euro aanbieden. Dus als je dat leuk vindt om daaraan mee te doen, feel free om daaraan mee te doen. En dat is hier. Hier is de aanmeldlink voor ICO webinar. ICO 14. April. Dus wie vindt het op zich interessant om dat op te pikken, om daar ook een dag mee te doen? Dus dat is alleen vandaag 147 euro en dat staat dan ook in de link. 147 euro, dat is een normaal ticket. En degene die ook al 20 januari is geweest, is dat 97 euro. Maar dan moet je wel even een testimonial aangeven. Dat je het dat je leuk hebt gevonden of wat je het meest waardevolle vond. Dus dat is ook een aandachtspuntje. Ik heb nog voor jullie een leuk sfeerimpressie filmpje. Die zet ik nu erin als YouTube filmpje. Die zal ik ondertussen laten zien. En dat is wel aardig. Wel een beetje misschien met geluid, maar dit is een impressiefilmpje van 20 januari. Er waren dus een stuk of 5, 6 presentaties van ICO's. Hans heeft zelf een presentatie gegeven. En Harry heeft een presentatie gegeven, ik zelf ook, onze ervaring. En het was een volle bak. Meer dan 60 mannen zaten daar. Er was natuurlijk ook een paneldiscussie, heel veel interviews zoals je ziet. En er waren dus ook heel veel vragen. Je kon ook met de deelnemers overleggen, met iedereen. Dus dat is heel mooi om dat mee te maken een keer. Heb je vragen? Stuur gewoon even een berichtje, wil je meedoen? Doe gerust mee. Dan kan mijn info cryptoacademy@gmail.com. Dus dit is een filmpje van 3 minuten. Ik zal het niet de hele 3 minuten door laten gaan, maar dit is even een sfeerimpressie voor degene die het wil bekijken. Dat is hier.
Ja, oké. Okay. Deze niet. Zo. Zo, dus we hebben nog even een aanbiedingsknop erin gezet. Dus vind je het leuk om mee te doen? Wil je VIP zijn? Doe voor 2,47 mee. Dan krijg je heel veel bonussen. Check even. Oké. Okay. Dat is hier. Apparaat voor instellen. Tethering. Ik zie dat het geluid weg is. Ik kan de batterissen aanstaande woensdag. Nee, aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag wederom. Aanstaande vrijdag. Vrijdag wederom herkansing. Van het webinar doen we om 3 uur trouwens. En dus het wordt opgenomen. Heb je nog een aantal vragen over deze dag? Stel ze nog gerust. Kortom, komt op neer van 3,97 naar 2,47. Een VIP-arrangement met allemaal bonussen. En ja, je wordt gewoon als een VIP behandeld. Dit is natuurlijk ook aan het einde van de dag een VIP-borrel. Althans, gewoon een borrel voor iedereen. En je kunt daar met de ICO's lunchen. Dat zit ook bij in. En dus kun je ook one-on-one op de... Ja, op de op de eerste rij zit in het eerste wagon. En voor iemand die zegt, nou, ik vind het leuk en aardig, maar ik wil geen VIP zijn, maar ik wil gewoon normaal meedoen, dat kan voor €147. En we vinden ook belangrijk dat iemand al, die al geweest is, die krijgt nog een extra korting voor €97. Die moet dan even een testimonial afgeven. Maar de meesten zijn niet geweest. Heb je nog vragen? Stel ze gerust ook op de chat en op de website. Excuus voor het qua geluid. Ik moet kijken waar de schoen wringt. Misschien dat er een conflict is ergens. Een JavaScriptje of iets dergelijks. Maar daar zullen wij onze techniek nog aan laten sleutelen. Dus excuses. Ik zie dat Martin Haap nog aan het druk aan het typen is. Dus ik weet niet of hij nog wat te vragen heeft. Hans, die heeft ook wat te vragen natuurlijk. En ja, Martin, dit webinar of seminar wordt opgenomen en terugbekeken. Ja, nou, oké, Hans, dat doen we zeker. En wij zullen het vanaf 3 uur ook vanaf locatie doen. Meestal is het ook beter, heb ik het idee. En... ja, wordt opgelost. En anders hebben we ook 2, 3 computers zelfs als backup. Maar we hebben heel vaak gezien dat webinars, mensen die hadden overdag geen tijd. Ook het webinar vanavond en vrijdag wordt opgenomen. Toch een vraag voor jullie. Wat is eigenlijk leuk? Is dat bijvoorbeeld op een doordeweekse dag, zeg maar om 3 uur? Of is in de avond een betere optie? Dus dat is ook altijd een afweging natuurlijk. Maar goed, dat is gewoon doen, gewoon kijken. Ja, wordt zeker opgelost, Hans. En nu weet ik ook waarom dat sommigen die vinden Java verschrikkelijk of sommige programma's, dan conflicteert het weer. Ja, we plannen nu beide inderdaad middag en avond. En wat we ook de komende weken gaan doen, tot 14 april, dat wij natuurlijk ook ICO's uitnodigen om hun... hun visie te geven op een propositie. En ook Mobile Bridge komt ook binnenkort weer naar voren. We zijn naar, hij is nu in Eyal Ooster. Die is founder van Mobile Bridge. En we hebben ook binnenkort weer privé sessies. En dus zullen we daar ook aandacht aan schenken. En dus mocht je ook verzoekjes hebben, stel ze gerust ook op cryptoacademy.nl. En dan gaan we daarmee aan de slag, natuurlijk. Voor degene die is blijven zitten tot de laatste snik, excuses. En ook hartelijk bedankt, Arnoud, zie ik, Bart. Fantastisch dat je ook aanwezig bent. Bastiaan, opnieuw. Dennis Golesny, fantastisch. De heer Jozef Janssens, Chris K, Richard. Ook Richard, je komt net binnen. Nou, dan heb je net de ICO-deal van het jaar gemist. Wil je als VIP op 14 april naar de ICO seminar komen voor 2,47 of anders voor €147 als een normaal iemand? We hebben sowieso contact, Richard, en
opnieuw het webinar in. En we zullen dit webinar die we hebben opgenomen, zullen we nog presenteren op het net. En dan krijg je dat ook in je mailbox. Dus Richard, ook fantastisch. Ik ga toch even het rondje aflopen. Het zijn toch geen duizenden. Rudy Heijnen, ook fantastisch. En ja, helemaal goed. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben natuurlijk, ondanks de techniek. Het blijft natuurlijk technische uitdaging allemaal. En wij gaan ze opmaken voor een hele interessante dag morgen in het Okura Hotel. Zelfs de Telegraaf komt daar weer, dus daarvan ook wel verslag wordt gemaakt, een deel. En Bastiaan, fantastisch. Ook bedankt voor jullie interactie. En ook voor de interactie, jullie gaan hiermee door. En ook jullie input, zeer gewaardeerd. Op CryptoAcademy.nl. Tot aanstaande woensdag om 3 uur. Dan wel op een doordeweekse dag om 8 uur. En dus met andere woorden, tot de volgende keer. En ja, dan spreken we later nog een keer. Bedankt Martien, ook vanuit het Amsterdamse. Tot de volgende keer.